all together. That shows to me the card. And every evening after the sunset, we have a sunset Ganga ceremony, Ganga Arati, my friend, which is going to take place over there. We will come back here later to join our last attraction of the tour, which is going to be very best, delicious feeling that you're going to see. That time you're going to find this place is going to be very, very busy. Everyone, they're going to gather for this place. So here, hey allemaal. Hey. Het filmpje van net wat je net gezien hebt, waren eigenlijk de eerste mooie beelden die wij zagen van Varanasi. Gisteravond met de nachtbus vanuit Agra naar Varanasi gegaan. Sleeperbus, dus gewoon weer zo'n bed. Dit keer echt wel goed geslapen. Ja, dit was echt wel goed. Vergelijking tot de ja. Vorige. Ja, betere wegen. En vandaag kwamen we aan in een best goed hostel, waar ze een boottour deden. Dus die hebben we gedaan. Nou, dat filmpje zag je net. Nu zijn we, het is denk ik 7 uur, half 8 of zo. Moet je even kijken waar we staan. We gaan nu vertrekken. Maar we hebben het net een uur lange ceremonie gezien. Moet je even kijken. Heel erg vet. Zoals je hoort gaan we nu weer varen. Ik heb nog één beeld voor je, dat was wat we net gezien hebben. En dat zijn de echte lijfverbrandingen. Ja. Ik zal hem even daar houden. Dat is gevaarlijk. Want daar hou ik hem boven het water. Oh. Dat zijn de echte lijfverbrandingen. Als je die wil zien, dan mag je ze zien. We hadden best wel moeite met filmen, want het mocht eigenlijk niet. Nee. Toch gedaan vanaf een afstand. Ze zijn best wel schokkend. Dus als je die niet wil zien, dan moet je nu wegklikken. Wat we morgen gaan doen, geen idee. Maar dit is echt al heel erg vet. Verbrandingen stinken trouwens niet. Oh ja. Want ze doen er een bepaald spul in. En ze hebben het lichaam ook eerst, gekofferd, ingepakt in witte lakens. Ja. Volgens met kleur. En die kleur die staat voor bepaalde... Vriendschap, vrijheid en geluk. En dat wit staat en voor vrede. Ja. Dus ze pakken het hele lichaam in en uiteindelijk wordt dat gedragen, wordt dat naar de rivier gebracht. Het wordt in de rivier gedoopt. Het wordt gewoon geheiligd. We zitten nu midden op de ganges. Ja. Maar, uitkijken dat we niet met een boot. Thanks. Dat we niet met een boot worden geraakt. En ik hoop dat we trouwens verstaanbaar zijn met je motor. Ja, geen idee. Maar als het lichaam dan in het water is gedoopt, dan wordt het op een gegeven moment weer neergelegd. Er wordt gewacht tot een plaats om te cremeren. En als er dan een plaats is gemaakt, er wordt hout opeen gestapeld, dan wordt het lichaam erop gelegd. Alleen in de witte doek, dus het wordt weer helemaal, alles wordt er weer afgehaald. Versieringen worden opgegeten door koeien. Die lopen er ook rond. Honden lopen er rond vanwege de geur. Het is echt een hele ceremonie. Dus het kost 15.000 roepie. Dat staat gelijk aan iets van 180, 200 euro of zo. En dat is echt de heilige verbranding, zeg maar. Ze betalen voor het hout, ze betalen voor de werkers die het doen. Het duurt al even, het duurt zo'n 3,5 uur, 4 uur. En de oudste zoon die steekt dan het vuur aan. We hebben een heel verhaal gekregen. We hebben niet alles gezien, we hebben niet 3,5 uur gekeken. Maar we hebben denk ik al een uur gekeken. Ja, wel even een tijd. Het is wel heel vet om te zien. Ja. Iedereen vaart trouwens naar huis, dat is bizar. Echt, die ceremonie is afgelopen en gelijk van iedereen weg. Maar we hebben die beelden van die verbranding. Ja. Er staan ongeveer 12 verbrandingen tegelijk, 12 crematies. 14 geloof ik zelfs, ja. 13, 14. Echt veel. Gaan allemaal tegelijk, worden allemaal verbrand. Het gaat maar door. Echt bizar. Geen pauze, er komt er weer een lichaam, hup, erop. Ja. Heel vet om te zien. Echt wel tot nu toe een vette stad. Ja. Maar ja, we hebben nu alleen maar vanaf de rivier, dat is rustig. De stad zelf schijnt echt een doolhof te zijn van allemaal gangetjes. Daar gaan we morgen maar eens even naar kijken. Maar we wilden dit vanavond alvast online zetten. Kijk even naar die lijkverbranding tenzij je dat wilt zien. Dan klik even weg. Ja. Wij gaan richting het huis. Richting het hostel. We gaan even lekker eten. Ja. Zie jullie volgende keer. Doei. Hoi.